Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we boven Engeland veel bewolking. En boven Nederland is de wolking wat dunner met ook behoorlijke gaten. Dat betekent dat de zon van tijd tot tijd schijnt en dat er ook wel wat wolkenvelden zijn. Heel lokaal kan er misschien een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het vanochtend droog. Dus ik zou de paraplu thuis laten. Vanmiddag wordt de kans op een bui wel groter, het eerste in het westen die buien breiden zich langzaam oostwaarts uit. Temperaturen 11 tot 13 graden, misschien op een enkele plek nog wat warmer. Vanavond wordt het dan echt overal nat, dan trekt er een storing van west naar oost over het land, kan er overal een paar millimeter vallen. De wind neemt ook in kracht toe, die wordt aan zee af en toe windkracht 6. Morgen, ander weerbeeld, van tijd tot tijd zon, maar dat zijn al felle zonnige perioden, waarbij er ook stapelwolken zijn en die kunnen weer een bui opleveren, misschien smiddags ook met een klap onweer. Temperatuur morgen 12 graden. Vrijdag trekken de buien weg en dan blijft het grotendeels droog. En ook zaterdag is de kans op een bui klein. Zondag neemt de regenkansen weer toe. Temperaturen gaan zondag dan wel wat omhoog, want vrijdag en zaterdag is het zo'n 12 à 13 graden en zondag 15. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl